De toen 19-jarige Wendy werd in 2005 samen met een vriendin aangehouden op het vliegveld van Lima met ruim 16 kilo cocaïne in haar tas. Beide meisjes kregen een gevangenisstraf van 14 jaar opgelegd. Maar nu, na 5 jaar, mogen Wendy en haar vriendin al naar huis. Wendy's moeder kan het bijna niet geloven. Ik zeg, Wendy, je moet me niet in de maling nemen. Ze zegt, nee mama, het is echt waar, huilen, het is echt waar. Ze zegt, nee, ze nemen je daar in de maling. Nee mama, het is echt waar, ja, gillen, huilen. Ja, ik geloof het eigenlijk nog helemaal niet, ik leef een beetje in de roes. Er was een fax binnengekomen en daar stond dan dat ze 9 jaar strafvermindering kreeg, ja. Toch onverwachts, hè? Ja, heel onverwachts, of verleden jaar was afgewezen. Dus ze probeerden het weer in aanvraag en dat is gelukt. 15 december komt ze vrij, dan gaan die poorten voor de open. Ik probeer daar te staan, want op het moment wil je natuurlijk niet missen. Je wil ze graag in je armen houden. Toen Wendy in Lima werd aangehouden, was ze 1 maand zwanger. In de gevangenis beviel ze van dochter Giveni. Het kleine meisje heeft al die jaren bij haar oma gewoond. Ja, die is nog te jong om het te beseffen, dus we houden het gewoon nog zo. Want als je gaat zeggen van mama kom naar huis, ja zij begrijpt niet van wat is 5 maanden of wat is 6 maanden. Dat begrijpt ze niet. Nee, als we daar eventueel naartoe gaan, dan gaat ze het vanzelf wel merken. Ook de andere familieleden van Wendy zijn geëmotioneerd door het goede nieuws. Oma, mijn moeder, ja die is dolgelukkig. Die is helemaal dolgelukkig. Die is steeds aan het huilen dat ze dit nog mee kan maken. Ze zegt werelds. Ja. Dat had ze niet op gerekend natuurlijk. Nee, totaal niet. Nee, totaal niet. Echt. Ze dacht echt dat ze de kleindochter nu echt nooit meer zou zien. Dat 3 jaar geleden voor het laatst was geweest. Ja, dus die is zo blij.